Dag Dimitri, binnen het Private Banking Department van de Groof Peterkam is er ook een team Professional Wealth. Dat zijn experts met ervaring in juridische, financiële, fiscale aspecten rond het verlonen in aandelen, zowel in België als in een internationale context. Ik stel voor dat we die materie vandaag eens bespreken en ook eens overlopen wat eigenlijk jullie diensten op dat vlak zijn. Nu, verlonen in aandelen, dat is een heel specifieke vorm van verlonen, hè? Inderdaad, binnen Professional Wealth hebben we twee doelgroepen. Aan de ene kant de International Partnerships. Dus de Bains, Boston Consulting Group, McKinsey, maar ook de Big Four. En aan de andere kant eigenlijk de beursgenoteerde bedrijven. En die tweede groep werkt eigenlijk heel vaak met een verloning onder de vorm van aandelen, of toch een deel van de verloning onder de vorm van aandelen, met eigenlijk twee insteken. Aan de ene kant de neuzen in dezelfde richting krijgen, dus eigenlijk alignment creëren tussen de kaderleden en het bedrijf. En het tweede is eigenlijk een vorm van retentie. Vaak een aantal voorwaarden en dergelijke plannen verbonden, waardoor eigenlijk dus die mensen niet onmiddellijk kunnen ageren met betrekking tot hun aandelen, maar eigenlijk een bepaalde wachtperiode hebben en op die manier verbonden zijn aan de onderneming. Hoe komen die cliënten, die kaderleden, die leidinggevenden eigenlijk bij jullie terecht? We werken meestal met een, wat wij noemen een global approach, global en local. Globaal een expertise die gecentraliseerd is hier in ons hoofdkantoor in Brussel. En dan eigenlijk een go-to-market approach via de lokale kantoren. We hebben er een 15, 16-tal in België. En op die manier eigenlijk de lokale voeling die de private bankers hebben bij hun klanten en prospects. En op die manier de problematiek kunnen identificeren in het veld. Waaruit bestaat de begeleiding voor cliënten die met dat soort problemen worden geconfronteerd? Een eerste stap is vaak het overbrengen van de positie naar België. Overbrengen wil dus zeggen, ze wordt vaak opgebouwd in de Verenigde Staten, soms ook in het Verenigd Koninkrijk, omdat de werkgever, het bedrijf waarvoor men werkt, vaak met één speler werkt wereldwijd om een plan te beheren. Het zijn vaak de Fidelities, Computershares, Morgan Stanley's van de wereld. En die werken natuurlijk voor een globale, wereldwijde populatie, maar houden geen rekening met bepaalde Belgo-Belgische problematieken, zoals er zijn het juist inhouden van horende voorheffing, het berekenen, bepalen inhouden van tax- en beursverrichtingen, eventuele tax- en effectenrekening topic. Dus zij moeten daar niet aan voldoen, dergelijke Amerikaanse brokers. Wat maakt dat het kaderlid zelf het nodig moet doen op een manuele manier. Vandaar dat het overzetten naar België, naar een rekening bij de Groof Peterkam, eigenlijk een soort van ontzorging is. Wij gaan eigenlijk het nodige doen met betrekking tot diverse administratieve en fiscale topics in een eerste fase. Ja, die eerste fase, het repatriëren van aandelen uit het buitenland, hoe verloopt dat concreet? Het belangrijkste daar is eigenlijk het opnieuw fiscaal-juridische. Is die positie juist verkregen? Zijn alle nodige fiscale stappen gedaan bij verkrijging van de positie? En daar leunt het global team, het expertise-team hier in Brussel, vaak op onze background. We zijn allebei jurist-fiscalist. Om op die manier eigenlijk ervoor te zorgen dat die positie kan overgezet worden naar België. En zodra ze hier is, dan start eigenlijk luik 2. Ja, de eerste stap is dus het repatriëren van die aandelenportefeuilles naar België. Hoe doen jullie dat concreet? Wij zijn eigenlijk met een team van twee hier globale expertise in het hoofdkantoor in Brussel. Allebei een background in juridisch-fiscale materies, allebei in consultancy gewerkt. En eigenlijk is dat ook de belangrijkste stap op het begin. Het juist analyseren, zijn alle fiscale verplichtingen voldaan, ja dan nee. Om op die manier eigenlijk de assistentie te starten om de positie te repatriëren van vaak de Verenigde Staten naar België. Dat repatriëren, dat is belangrijk ook met bijvoorbeeld het zicht op een mogelijk overlijden, hè? Absoluut, ja. En dan komen we eigenlijk al de brug van deel 1 naar deel 2, maar zo te zeggen. Zolang de positie in het buitenland staat, kan er bij overlijden van het kaderlid zelf, dus de persoon die de positie eigenlijk nog altijd beheert of een eigendom heeft, kan het uitermate moeilijk zijn om die positie nog te transfereren na overlijden. Vandaar dat het eigenlijk relevant is om elk jaar bijvoorbeeld al een stukje over te zetten naar België, om op die manier die problematiek van overlijden al in te dekken, zal ik zeggen. En jullie werken daar strategieën rond uit, zowel naar het financiële dan als naar de familiale vermogensplanning. Ja, en dat is eigenlijk volledig het deel 2. Zodra de positie in België is, wat kunnen we dan doen? Een aantal specifieke services, twee grote groepen. Aan de ene kant eigenlijk het financiële, het diversifiëren, afbouwen, eventueel beschermen van de positie. Al dan niet met een toegang tot onze marktenzaal, voor zij die dat wensen of nodig hebben. En een tweede luik is eigenlijk meer het bredere familiale aspect, zal ik zeggen, waar we vaak samenwerken met estate planning.
is een intern team van juristen en fiscalisten, om eigenlijk de planning naar de volgende generatie voor te bereiden. Dus het eventueel doorschenken van de positie, het opnemen in een burgerlijke maatschappij, et cetera, et cetera. Ja, wat jullie doen is eigenlijk de opstap naar, laten we maar zeggen, een algemene vermogensplanning. Absoluut. Via professional wealth eigenlijk gaan naar een bredere, holistische aanpak met betrekking tot vermogensbeheer. Dimitri Windmolders, bedankt voor dit gesprek. Bedankt.